Met donker had ik als kind helemaal niks. Vreemde wezens die daar zaten en die ik echt heel, heel eng vond. Maar ik merk nu eigenlijk, zoek ik het soms zelfs op. Echt met die geluiden helemaal mee. En daar zie ik eigenlijk, of daar kom ik eigenlijk diezelfde wezens weer tegen, die ik als kind ook zag. Maar die vind ik nu juist heel leuk en interessant. En zoek ik juist dan die wezens op. Van de oceanen, die fascineert me enorm. Omdat je daar zo de diepte in kunt gaan en er is nog zoveel niet ontdekt daar ook. Bijvoorbeeld 80% van de hele oceanen kennen we nog helemaal niet. Wat ik echt super, super spannend vind ook. En als ik dan duik, dan zie je ook weer al die kleine details in de oceaan. En die details in het leven of details in de omgeving en ook in de mensen die je ontmoet, dat is eigenlijk wat ik heel graag meeneem in het creëren. Met mijn oma en met mijn moeder was ik vaak in musea als het Krullenmuller. Dat je daarin ook weer die verschillende lijnen en die verschillende stijlen ziet. Die soms heel, heel geleidelijk gaat. Dus het ene schilderij loopt super vloeiend over in de andere. Maar de andere gaat zo tja, de hoek om. En ineens ben je in het andere schilderij, in een andere wereld. En dan nam ik altijd een schetsboekje mee. En was ik vaak te vinden voor een schilderij, dat ik daar stond of op een bankje zat en het gewoon naging schetsen. Omdat ik die lijnen en de vormen dan zo interessant vond. En vooral hoe eigenlijk die schilder zijn ideeën via die lijnen daar neerzette. En dat ik door al dat schetsen eigenlijk de verschillende stijlen van die schilders heb ontdekt. En die nu vooral vertaal naar muziek. Thank you.
geluiden die ik heel, heel erg mooi vind, zijn vooral de geluiden van de oceaan. Ik merk ook dat het vaak terugkomt in mijn muziek, de golven. Dus eigenlijk de constante beweging. En daar gaat muziek eigenlijk ook over, dat er constante beweging is. En ook als de stilte is, zelfs dan is er ook beweging. Omdat er in stilte zoveel spanning kan zitten. Je bent eigenlijk nooit, je staat nooit stil. En dat is het geluid wat ik graag vast zou willen houden. Of wat ik graag zou willen vangen. Wat ik precies doe, dat is ook nog voor mij, misschien weet ik dat nooit. Dat gaat ook met die golven weer. Ik ben opgegroeid met klassieke muziek. Ik wou andere werelden gaan ontdekken ook in de muziekwereld. En de studie die ik heb gevolgd, jazz en pop, heeft me daar heel erg bij geholpen, omdat er zoveel deuren open gingen van en zo kun je het ook benaderen en zo kun je dit ook eruit halen. Ik heb vooral in items ontdekt, kleine fragmenten die je zelf bedenkt, dus die je eigenlijk zelf improviseert. En door dit improviseren en het zelf bedenken van die items maak je eigenlijk je muzikale vocabulaire. Dus voor mij, jazz is vooral het laten zien wie jij bent als mens en dat uiten in improvisatie. En je eigen authenticiteit naar voren brengen in de muziek. Op het conservatorium, toen merkte ik al dat ik zoveel andere dingen ook interessant vind om te ontdekken en te doen. En af en toe die viool voor me stond en ik dacht, oh ja, maar ik moet eigenlijk alleen maar met de viool bezig zijn en alleen maar spelen. Maar dat voelde toch te beklemmend op de een of andere manier. En daarom heb ik dat wat meer proberen los te laten. En merkte ik juist door dat loslaten en ook die andere dingen er gewoon in mee te nemen en te doen, merkte ik dat mijn vioolspel ook weer rijker werd. Als ik dan beslis, oké, ik ga nu niet de hele dag binnen zitten en spelen, ik ga gewoon de hele dag naar buiten, dan heeft dat eigenlijk bijna hetzelfde effect van wat ik wil zeggen
met de muziek. Omdat buiten zo, ja, weer al die details mij zoveel inspiratie geven. En toch, ook al let ik niet heel erg op die details op een dag, of ben ik wat meer in mijn hoofd, dan, ik denk, die omgeving beïnvloedt me toch. En dat komt dan ergens te zitten in mijn lichaam. En als ik dan beweeg of als ik dan speel, dan komt dat er weer uit. Dat niets iets naar boven te krijgen, is heel erg teruggaan naar mijn lichaam en te bewegen en te voelen, oké, waar, welk deel heeft meer beweging nodig, zodat daar weer iets loskomt en dat dan weer omhoog komt. En dat kan gewoon een soort idee zijn of een soort voor mij is het altijd heel visueel wat er dan omhoog komt. En die visuele beelden, die vertaal ik dan naar de viool. Op die manier. En ook met de stem. Met de stem kun je ook die beelden ook weer uiten. En ook weer nieuwe opwekken. Ja, dus heel, heel beeldend eigenlijk. Ik heb het ooit een keer de kleine atmosfeer genoemd. En dat is eigenlijk waar ik nou op zoek ben. Of wat ik wil vangen. Dat is de kleine atmosfeer. Dat zijn die momenten die vanuit het niets omhoog komen. Vanuit het onderbewustzijn. Vanuit het dromen. Vanuit een andere dimensie. Vanuit ergens anders. Waar niets is, of waar wij denken dat niets is, maar waar superveel is. Ja. Thank you.
Zou ik datzelfde gevoel wat ik krijg van dat creëren vanuit het onderbewustzijn en het creëren vanuit dat niets, dat geeft mij zo'n levensvreugde en geluk eigenlijk. En ook waar ik het eerder over had, die verrassing, dat je jezelf verrast, dat wil ik graag ook aan andere mensen geven. En dat zij daar ook bewust van worden. En dat zij zich bewust worden van wat er in het onderbewustzijn allemaal omgaat. En dat ze dat misschien ook dan door mij te horen of te zien spelen, dat ook bij zichzelf gaan zoeken en gaan uiten. Menorca was eigenlijk gewoon het plan om ergens anders te gaan overwinteren. Er zijn zoveel andere geluiden daar. Dan heb je een beetje zo'n grot. En hoe dat water dan daar tegenaan gaat. En, oh, ik zou daar echt uren kunnen zitten en dat kunnen luisteren. En dan heb ik ook zo'n gevoel van in mijn buik. Ah, en dan als ik thuis kom, dan ga ik dat proberen na te maken met de viool. Weet je, die geluiden. Menorca is zo'n prachtig eiland. Dat ik gewoon meteen verliefd ben geraakt op het eiland toen ik daar voor het eerst op kwam. Dus ik dacht, hier moet ik sowieso weer terugkomen. En mijn idee is nu ook om een soort relatie van Nederland naar Menorca op te bouwen. Samen met een goede vriendin en danseres. De ene keer is het project op het eiland en de andere keer is het weer in Nederland. En vooral om die verbintenis met de zee zo erg te voelen. Dus vooral de mensen die hier ook zo dicht bij de zee wonen. Want Nederland ligt zelfs onder de zeespiegel. Voelt het toch heel logisch om dat te combineren met de mensen die daar zo dicht bij de zee ook leven. En samen met de zee eigenlijk leven op dat eiland. Ja, je wordt je meer bewuster ook als je naar andere plekken toe gaat en veel reist. Niet alleen op die plekken, maar dan kom je terug en dan denk je, wauw, en hier zit eigenlijk ook weer. Dan ontdek je weer allemaal nieuwe klanken en kleuren en ja. Wat zit er om me heen en hoe kan ik dat vertalen naar mijn eigen woorden, maar vooral ook klanken. Ik ben ook begonnen met viool spelen toen ik mijn moeder zag spelen. Dus dat ik haar zag spelen en dacht, oké, dit wil ik ook. En
daardoor ben ik denk ik ook op een heel natuurlijke manier daarmee begonnen. Soms dan zou ik willen dat ik niet zelf met woorden terug hoef te praten, maar dan gewoon mijn viool zou kunnen pakken en daarmee zou kunnen antwoorden eigenlijk. Het was heel nieuw voor mij om gewoon ook niet bladmuziek te hebben steeds. Los te breken uit die... Ja, uit die, ja. Gewoon weg van de opgeschreven muziek. En in je hoofd iets bedenken, ook die composities. Zullen we een keer een stuk spelen wat zelf gecomponeerd hebben? Wat we zelf gecomponeerd hebben, kunnen we spelen. Wat ik ook nog wou zeggen is... in sommige van onze eigen composities merk ik ook heel erg dat we de combinatie vooral... Dat je de roots of zo, waar we allebei mee zijn begonnen, dat je die terug hoort. Bijvoorbeeld, jouw eerste compositie voelt zo klassiek ook aan. En bij andere composities, dan merk ik, dan houden we een space open of een ruimte open, waar dan ruimte is voor improvisatie. En wat dan meer weer richting de jazz... waar we ook mee bezig waren, meer richting jazz gaat. En dan weer terug in de folkcompositie duikt. En ja. Als we componeren, dan hadden we eigenlijk, dat was jouw idee, dat we gewoon spelen. En kijken wat erbij komt, wat erbij uitkomt. Het is eigenlijk net zoals je gewoon een gesprek voert. Je praat gewoon en op een bepaald moment heb je een idee, oh ja, dat gaan we doen. In het experiment van het duiken in dat donkere en duiken in het onaangename gevoel of in het niet weten wat er komt en daar eigenlijk misschien ook bang voor zijn, dat ik voel dat mijn viool heel geduldig is. Ja, dat hij daar altijd is voor me eigenlijk. Dat ik altijd... Ook als ik me dan juist niet goed voel. Dat ik dan ook juist niet die donkere plekken hoef op te zoeken. Maar dat de viool ook hele, hele zachte plekken heeft. Of plekken waar je even kunt huilen. Ja, af en toe dan speel ik juist ook... Om juist die heel, heel intieme gevoelens te kunnen uiten, dan pak ik ook graag mijn viool.
En als dat dan ook nog in de natuur is, dan is dat heel snel weer. dan voel ik me heel snel weer goed. Ja, omdat ik die twee dingen die ik zo, waar ik zo graag van hou, met elkaar kan combineren. Dat ik samenspeel met de natuur, maar ook voor de natuur. En met de viool die er eigenlijk altijd is en die voelt als eigenlijk een verlengde van mij. Op die manier, ja, daar voel ik me heel thuis. NTR. Speciaal voor iedereen.